Het gedoe begon allemaal sinds deze nieuwe Aldi hier werd gebouwd. Enkele buurtbewoners waren bang dat er daardoor extra veel verkeer door hun straat zou gaan rijden. En dus besloot ze te gaan klagen bij de gemeente. Maar dat was blijkbaar niet namens de hele buurt. Want nu de gemeente er blokken heeft geplaatst, zijn de meeste bewoners boos. Ja, ik ben inderdaad een beetje boos, want ze zetten ons hier voor een voldongen feit. Althans, voor zover ik begrepen heb, zou er misschien in juni nog een enquête komen dat het misschien zou veranderen. Ik hoop het, want we voelen ons hier een beetje opgesloten op het moment. Ik ben volledig tegen. Met de dood in parade, wij hebben hier eigenlijk van de nieuwe Aldi nog helemaal geen last gehad. En ik kan het weten, want ik woon hier al 30 jaar. Angst regeert nu over de wijk. Zo durven de bewoners die voor de komst van de blokken zijn niet in beeld. En willen bewoners die tegen zijn onherkenbaar in beeld. Ja, ik ben niet alleen er tegen. Hè. Ik ben er wel tegen, maar ik ben niet alleen. Hè. De blokkades in de straten zijn niet op voorhand aangegeven, waardoor veel auto's onverwacht op de betonnen blokken stuiten. Voor de meeste buurtbewoners is de oplossing simpel. Ja, blokken weg. Zeker en vast. Blokken weg, simpel. Zeer simpel. Blokken terug weg, alles was goed. Waarom ergens veel tralalie gaan zoeken? Voor het moeilijker te maken? Het hele verhaal lijkt een klucht te worden, want niet alleen veel buurtbewoners zijn boos. Ook de dieren vinden de plaatsing van de blokken van de hond.